met de andere keren. Dus eindelijk worden we nu beloond voor onze volharding op die dagen dat de hemel werd opengetrokken boven ons en de windmachines werden aangezet. Maar iedere keer stonden we daar ondanks die barre omstandigheden toch weer. Gelukkig gaat na regen de zon altijd weer schijnen en dat maakt dan ook dat we hier vandaag met elkaar toch weer zijn. Ik ben heel blij dat jullie hier staan en dat jullie hierbij aanwezig durven zijn. Jullie zijn echt helden. Want het is niet zo vanzelfsprekend om op een demonstratie of manifestatie te staan. Het is gemakkelijker om thuis op de bank te blijven zitten en om alleen aan jezelf te denken. Wij demonstranten worden heel vaak als egoïsten genoemd. Maar we staan hier omdat we ons zorgen maken. Wij maken ons zorgen om de verborgen slachtoffers van de maatregelen. Van de onmenselijke maatregelen. Want alles wat menselijk is, dat mag niet meer. Handen schudden, verboden. Iemand een knuffel geven of een arm om de schouder slaan om iemand te troosten. Verboden. Samenkomen met vrienden. Verboden. Een biertje drinken in de kroeg. Verboden. Een dansje doen. Verboden. Samen bij iemand op bezoek. Verboden. Een avondwandeling in de open lucht. Verboden. En samen het laatste rondje met de hond doen. Verboden. En dat voor een killervirus wat geen killervirus blijkt te zijn. Alles wat normaal was, is nu strafbaar. En nog erger, we verklikken elkaar als mensen zich niet aan de regels houden. En dat vinden sommigen normaal. Voor mij is menselijk blijven nodig. Ik kan mij niet conformeren naar dit onmenselijke nieuwe normaal. En ja, daardoor ben ik soms strafbaar. Maar ik kan mezelf 's avonds in de spiegel kijken. Voor mij is verbinding nodig. Echte verbinding met mensen vanuit liefde. In een echt leven met dood en ziektes als onderdeel van dat leven. Ik zal mij nooit conformeren. Ook niet als het consequenties heeft. Ik wil mijzelf in de spiegel kunnen kijken. En gelukkig ben ik daarin niet de enige. En wil ik jullie bedanken dat jullie vandaag hier naartoe zijn gekomen. Ik vind lokaal verbinden heel belangrijk. En het is ook niet of-of, maar het is en-en. Veel mensen gaan eerst naar de kleinere lokale demo's om daarna naar de grote andere demo's te gaan. Je moet ergens beginnen als je dit nog nooit gedaan hebt. De Berlijnse muur is ook niet gevallen na één demonstratie. Het gaat er nu nog om met elkaar te verenigen en mensen te bereiken. En dat kan op meerdere manieren. Het echte verzet begint naar mijn mening gewoon op straat en in het dagelijks leven. Tijdens de gesprekken met mensen om je heen en tijdens het boodschappen doen. Alle beetjes helpen en iedereen die hieraan bijdraagt is een strijder. Daarom komen wij hier maandelijks bij elkaar, om elkaar lokaal te ondersteunen. Gedeelde smart is halve smart. Het is fijn om iemand in je buurt te hebben die je een hart onder de riem kan steken als je dat nodig hebt. Vorige keer was hier in Ellevoetsluis ook Arie Paap erbij. Misschien weten jullie inmiddels allemaal wel wie Arie Paap is. Arie is ook wel bekend als Demo Arie. Ik ken hem als een warme, betrokken, 71-jarige man. Ik kom hem veel op demo's tegen en vorige keer was hij speciaal naar Hellevoetsluis gekomen. Hij is inmiddels bekend om de foto's van de ME op de politiepaarden met hem ertussen die hem neerknuppelden. Hij hield er een flinke wond aan zijn hoofd en 8 hechtingen aan over. Volgens Femke omdat hij een trap uitdeelde. Nu staan er op het Museumplein flink wat camera's, maar deze beelden komen niet naar boven. Arie is niet gewelddadig en hij heeft geen trap uitgedeeld. Hij is wel standvastig, hij kan goed praten en hij weet waar hij voor staat. Hij liet zich dus ook niet zomaar wegsturen en bleef staan. De overheid en de media proberen door dit soort beelden anderen af te schrikken om niet meer te gaan demonstreren. Dit gebeurde ook al op 21 juni op het Malieveld in Den Haag. Dit was mijn allereerste demonstratie in mijn leven. Wie van jullie waren er bij de 21ste? Kijk, dat zijn er toch nog meer. Ook
daar werd door Romeo's en ME politiegeweld ingezet. Ook voor wie nog niet weet wat een Romeo is, dat is een undercover politieagent die wordt ingezet om railschoppers tussen groepen uit te halen. Alleen bij vreedzame demonstranten is dat erg lastig. Dus voeren deze Romeo's een soort toneelstukje op en veroorzaken zelf geweld of pakken een collega op onder het mom van een opstootje. Dit wordt dan uitgebreid in de media getoond en dit zet een negatief beeld van demonstranten neer. Gelukkig kunnen we zelf ook video's maken en delen. En ja, helaas, nog wel, want er komt een tijd dat ook dit aan banden gelegd gaat worden. Onze vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn een groot goed. Maar inmiddels wordt dit grondrecht met gemak door onze overheid geschonden. Zoals onze andere mensenrechten worden geschonden. De mensenrechten waarvoor onze voorouders zo hard gevochten hebben. De mensenrechten die in 1948 zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zodat het nooit meer zou gebeuren. En nu laten we het gewoon weer gebeuren. Afstand houden, mondkapjesplicht, samenscholingsverbod, reisverbod, niet mogen werken, niet naar school mogen, niet in de buitenlucht mogen vertoeven en op naar een direct inname. Alles wat we vorig jaar niet konden zeggen, omdat je dan voor een wappie werd uitgemaakt, is uitgekomen. En helaas komt er nog veel meer. Overigens ben ik er wel trots op dat ik een wappie ben en ik hoop jullie ook. Ja. 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 Maar wij laten ons er niet zomaar onder krijgen. Wij blijven ons uitspreken en wij blijven bij elkaar komen. Omdat wij ons zorgen maken over deze onmenselijke maatregelen. Waarom gaan we niet echt de kwetsbaren beschermen met maatregelen die wel gebaseerd zijn op de volksgezondheid? Ook de komende maanden blijven we hier maandelijks bij elkaar komen. Houd mijn Facebook-tijdlijn in de gaten of stuur me even een pb'tje om wat data te vragen. De volgende staat gepland op 27 februari, dit keer op een zaterdag. Maar zoals alles in deze tijd is niets zeker, dus ik hou ook een slag om de arm. En ik sluit vandaag af met, omdat het moet, dit is mijn mening en niet meer dan dat. Ik wil jullie allemaal bedanken voor je komst hier naartoe. En ik hoop dat jullie dit uurtje met elkaar gewoon even in liefde en op een fijne manier in verbinding met elkaar kunnen doorbrengen. Ik hoop dat de politie wegblijft. Ze stonden daar en ze zijn weggegaan. Ik heb ze niet meer gezien. Dus ik hoop dat het signaal in Elfond duidelijk genoeg is om hier met elkaar samen te kunnen zijn. Juist.